binnenkort in 72 theaters. De Ruud Lubber Story. Lubber Story? Is een bioscoopfilm. Wat is over dat? Mij. Over mij? Ja, wat is dat dan precies? Wat met nog nooit vertoonde beelden uit het privéleven van Ruud Erria. Oh. Ja, starring Ruud Lubbers. Co-starring Ria Lubbers. Full Color Cinemascope Dolby System. Jongen, wat is dat dan precies, die film? Waar gaat het over? Nou, dat zijn allemaal van die oude filmpjes van mij, hè? Oh, die oude zijn. Ja, die hebben Ria en ik met het plakpersie van de buurman aan elkaar zitten plakken. Heel gedoe nog, hoor. Ja, want iedere keer zat de tafelkleed ertussen, hè? Ja, steeds haartjes in het persie. Dat is nou de film van 3,5 uur duurt die. 3,5 uur? Nou, dan is de projector zeker een afloop tot zelfvernietiging over. Die 3,5 uur, daar komt toch geen eind van. Waarom duurt het zo lang? 3,5 uur, nou, die blauwe komt zo, er zitten 5 plus pauzes in, hè? 5 plus pauzes. Ja. Nou, dames en heren, we gaan gauw beginnen met het verhaal van vandaag. Ja, dat weet ik niet, hè. Oh, nee, hè. Gehoord en gezien. Door in. Krijgen we dat weer? Wat nou weer? Ja, want ik heb heel belangrijk nieuws. Belangrijk nieuws, nou dat zal wel belangrijk zijn. Ja, nou Henny Huisman, die ken je wel, ja, die heeft last van mollen in zijn tuin. Oh, heb je last van mollen? Vervelend. Ja. Maar nou heeft hij gisteren een mollenklem gezet. Een mollenklem al. En toen zaten er vanmorgen twee in. Zo, mooi. Linda en John. Ja, hoe vind je hem? Ik vind hem om gek te worden zo leuk. Dames en heren. Ja, we gaan verder. Nou, dat was het alweer. Tot zover de rubriek Gehoord en Gezien door Ien. Ja, oké. Dames en heren. Dat hoeft allemaal niet bij al die heizuinig afhaal. Ja, we weten het wel. Dames en heren, we gaan gauw beginnen. Ja, daar ben ik weer. Oh, man. Zo, dat ben ik weer, hoor. Ja, hoor. Ik denk, ik maak gelijk even gebruik van die plaspauze. Mooi. Nou, dat heb ik nog gemist? Nou, niet veel. Henny Huisman heeft last van mollen in zijn tuin. Ja, vervelend zijn die beesten. Ja, is heel vervelend. Ja, maar goed, daar gaat het nou niet om. Had ik er ook één in mijn tuin, hoor. Ook mollen in je tuin gehad? Mooi. Albert. Eindelijk, Albert Mol, snap u hem? Ja, ik begrijp hem, Albert Mol. Nou, dames en heren, we gaan het beginnen. Nou, als u niet erg vindt, wou ik nog even doorgaan over mijn bioscoopfilm, hè, als u het goed vindt. Nou, moet dat ja, nou? Ja, want gisterenmiddag hadden we de perspremière van de film. Perspremière? Wat is een perspremière? Wat, De eerste 5 minuten van de film zat iedereen te schreeuwen en te fluiten en te joelen in die zaal. Dat zal wel, ze vonden hem waardeloos zeker, nee, hè? Nee, ja, ze waren vergeten het voordoek open te doen. Zal ik u even wat beelden van de première laten zien? Nou, zet voor de andere keer vandaag, Ruud. Dan gaan we beginnen met begonnen. Komt die al, hoor. Kijk eruit. Hold op, hoor. Dat is het. Dit was de première dus, hè. Oh, interessant. Nou, u ziet wel, hè. Allemaal belangrijke gasten, hè. Ja, dat zal wel Tom en Jerry in de Flintstones. Nou, dat weet ik niet. Dat kan best. Dat kan best. Er waren er zoveel. Kijk, hier allemaal beroemde filmsterren. Zie u wel? Ja, interessant, hè? Ik ken er niet één, hoor. Nee, maar dat komt natuurlijk omdat ze allemaal incognito waren, hè? Incognito? Ja. Kijk, die man daar, hè? Deze, die zit altijd in het pak van Pino in Sesamstraat. Ja, zit hij in dat pak daarmee? Ken je hem nou niet, hè? Nee, en die daar, die man, die zit altijd in het pak van Tommy uit Sesamstraat. Ja, daarmee ken je hem nou ook niet, hè? Nee, dan zie je niet meer. En die daar, die zit altijd in het pak van Vita van Vollenhoven. Vita van Vollenhoven? Ja, ook even tussendoor. Weet u trouwens waarom Pieter van Vollenhoven in de auto altijd meteen in het midden gaat zitten als die instapt? Nee, dat weet ik niet. Waarom gaat hij altijd... Anders komen ze oren tussen de deur. Dames en heren, we gaan gauw beginnen, hè? Want we hebben schijnig, nog een heleboel te doen. Ja, schijnig. Ja, dames en heren, gaan we rond, hoor, op de gang in de tweede kamer. Ja, dat zal wel lachen geblazen zijn. Dames en heren, eens kijk, even kijken. Daar kom ik, daar heb je mij. Kijk eens wat een enthousiasme, wat een winst, hè? Die mensen waren zo leuk, hè? Ja, dat is al. Och, het was zo druk, ik kwam er haast niet door, hè? Dat kun je wel zien, hè? Nee.
heeft 3 kwartier geduurd voordat ik binnen was. Ik was van huis gegaan met zwarte lakschoenen. Ja. En toen ik eindelijk binnen was, droeg ik een roze panty met 2 iets te grote sandalen. Kijk, kijk, kijk. Kijk, hier ga ik de zaal in, zie je wel? Oh, ja. De deuren daar, zie je wel? Oh, dus daar ben ik in de zaal. Mooi, zie je? Mooi. Nou gaat de film beginnen, hoor. Nou pas, kijk, die hele film weer, wat ik doe allemaal, hè? Wat is die film? Wacht eens even, hou eens even, wacht eens even. Ik zie een soort, ik zie alleen maar een smalle streep. Wat is die streep? Ja, dan komt het, het is super cinemascope, hè? Super cinemascope? Ja, dat is heel breed beeld, hè? Oh. Ja, maar op de tv gaat het dan over de stukkie van de onder- en de bovenkant af, hè? Stukkie? Ik zie niks meer. Maar daar hebben ze nou speciale brillen voor, die het beeld dan op de televisie weer gewoon maken. Speciale ja, brillen? Ja, ik heb er voor u ook een meegenomen. Als u die bril even op wil zetten, dan heb u normaal beeld. Waar is die bril? Oh, ja. Ja, gaat het? Even kijken, hoe gaat het op? Ja, maar hij staat niet gek, hoor. Staat hij niet gek, hij nee? Staat goed, maar kijk, zie je nou, heb je normaal beeld. Zie je wel? Oh, zo, ja. Ja, daar begint de film. Oh, ja, daar ben ik, ja. Hier zie je mij als baby. Oh. Kijk, hè? Ja, ik was heel klein. Oh, ja, dat is allemaal, was ik klein, hè? Nou. Ja. Nou, hier en hier ga ik met, ben ik wat ouder, dan ga ik met mijn opa een hamburgertje kopen. Leuk, hè? Hier gaan we naar binnen. Ja, hoor. Dat vind ik allemaal. Oh, nou, hier ben ik in dienst. Oh, wat ja, ik heb in militaire dienst heb gezeten. Oh, maar ik zie je helemaal niet. Waar zit je dan? Zie je mij niet? Nee, ik zie je altijd. Nee, dan kom ik zit in die tank, hè. Nee, je krijgt de deur niet open, hè. Ze riepen nog, kom eruit, maar dat ging niet. Nee. Maar die tank staat er goed op, hè. Oh, die staat er zeker goed op. Nou, hier, en dit was in mijn studententijd. Kijk, hier komen we met alle medestudenten, komen we uit de studentenflat. Ja, dat is wel een leuk boekje, hoor. Nou. En hier nog een oude foto van mij. Zie je hoe ik in die tijd op Robert Redford leek? Spreken. Ja, daar is Riaap gevallen natuurlijk. Dat en hier, kijk, dit is mijn eerste contact eigenlijk met de politiek geweest. Hoezo? Ja, toen liep ik te wandelen op het Binnenhof. En toen moest ik ineens zo plassen, hè. Toen ben ik even binnen gaan plassen. En dat beviel zo goed, ik ben er toen gelijk gebleven. Nou, dat was ja, het zeker. Tot zover. Ja, oké. Dan gaan we nu dan weer. Nee, nou is de plaspauze, hè. Oh, plaspauze. Ja, zo zijn er 5. Zijn er 5 kijk, van die... Hier zie je mij even naar het toilet gaan nog op die première, hè. Zie je? Geinig, hè. Ga ik naar het toilet toe. Ja, ik vond hem heel geinig. Heel interessant. Dames en heren, dan gaan we nu eindelijk beginnen met het programma. Hoe is het toch mogelijk, hè? Hoe is het toch mogelijk, hè? Weer de tijd alweer om, hè? Helemaal gevuld met een bioscoop. Ja, daar word je toch gek van, hè? We waren wel weer. Kunnen we alweer afscheid nemen, hè? Ook dat nog. We hebben er geen tijd meer voor. De tijd is al om. We zijn alweer dik doorheen. Ja, daar ja. Ben ik weer even hoeft voor weer de laatste keer. Wel het al gegaan. Gezien door één. Ja, laten we zitten. Uit de showbusiness. Daar is geen tijd meer voor. Ruud heeft alles al gevuld over de bioscoopfilm. Oh, wacht even, want dat komt heel goed uit. Wat? Want daar gaat mijn laatste nieuws ook over. Gaat je laatste nieuws over de bioscoopfilm? Ja. Nou, de Ruud is in Hollywood genomineerd voor een Oscar. Een Oscar? Waar hebben die voor gekregen? Voor de beste hoofdrol of zo? Nee, niet exact. Wat dan? Voor de beste toiletrol. Voor de beste toiletrol. Wat hoor ik nou? Heb ik een Oscar? Ja, voor zo net, je hebt net een Oscar. Wat leuk zeg. Ja, leuk hè. Voor een toiletrol. Ja, voor een toiletrol. Ja, daar ben ik ook briljant in hè. Oh ja? Ja, toiletrol. Ik verzamel zo. Ik heb thuis een hele verzameling met toiletrol. Verzamel toiletrol. Ja, dat is heel goed doen hoor.